Ik had ook gehoord dat je met SC Cambuur vorig jaar gepromoveerd was naar de Eredivisie. Alleen door de coronasituatie ging het niet door of ja, ik weet niet. Hoe voelde je en de team zich en de club zich toen? Was zo'n bom eigenlijk bij ons en bij de club en bij mij, zeg maar. Omdat we stonden, de eerste en de tweede plaats zouden sowieso promoveren naar de Eredivisie. En wij stonden 11 punten los van de derde plaats. Dus wij waren eigenlijk al zo goed als zeker gepromoveerd. Maar uiteindelijk bleek dat dat niet zo was. En toen zijn ze zelfs nog naar de rechter toe gegaan. Hallo guys, welkom back di channelku. Di video kali ini kita kembali ke segmen Obri, obrolan ringan dengan Yusa Nugraha. Dan kali ini aku akan ajak Obri bersama pemain keturunan Indonesia Belanda. Dia bermain di klub profesional Belanda di SC Cambuur. Namanya adalah Ragnar Oratmangun. Jadi ikutilah Obri kita kali ini. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe agar kalian gak tertinggal dengan giveaway. Dukung channelku tembus 10k dan akan ada 3 pemenang. Tapi sebelum kita mulai interviewnya, aku ingin kalian lihat beberapa foto-foto aksi dan juga video highlightnya. Jadi roll the clip. Hallo Ragnar. Goeiedag. Goeie avond. Goeie avond. Hoe is het?
Goed, en met jou? Ja, met mij gaat ook goed, met mij gaat ook goed. En heb je vandaag een wedstrijd gespeeld? Nee, vandaag waren we vrij. We hadden afgelopen vrijdag gespeeld. Oh, oké. En vandaag waren we vrij. Oké. Maar jij nog gewonnen? Nee, vrijdag hebben we verloren. De eerste wedstrijd die we hebben verloren in de voorbereiding. Dus helaas. Nou ja, als eerste, ik wil je natuurlijk bedanken dat je nog zo laat tijd hebt gemaakt om de interview met mij te doen. Nee, geen probleem. Ik kreeg veel verzoeken van Indonesische voetbalsupporters op mijn YouTube-kanaal en ook op mijn Instagram. En ze vroegen van, kan je alsjeblieft Ragnar interviewen? Dus ja, daar had ik je een bericht gestuurd. En ja, ik wil je ook interviewen zodat de Indonesische voetbalsupporters meer van je gaat leren kennen. Dus ja, daarvoor. Ja, leuk. Vind ik leuk. Leuk dat je me ook wil interviewen. Alsjeblieft. Je had vorig jaar een contract getekend met FC Cambuur. En ja, waarvoor heb je gekozen om naar Cambuur te gaan? Ik was eigenlijk bij NEC, zat ik onder contract. Ja. Alleen dat lukte niet, toen ik heel graag daar weg. En toen was Cambuur degene die heel snel al echt interesse in mij had. En toen heb ik ook eigenlijk niet getwijfeld. Een hele grote club, vind ik. Echt een volksclub, zeg maar, in Nederland en in Leeuwarden. Ja. En het stadion zit altijd goed gevuld. En dat jaar, vorig jaar, hadden ze ook heel veel nieuwe spelers gekocht. En dus was wel echt een nieuwe uitdaging voor zowel mezelf als voor het team, zeg maar. Dus sprak me wel heel erg aan. Ook de trainer die daar zou komen, Henk de Jong, die sprak me ook wel heel erg aan. En je had ook je debuut gemaakt bij SC Cambuur. En hoe beviel je debuut? Hoe vond je het gaan? Het was een leuke stap, zeg maar, weer. En het is altijd fijn als je gewoon mag gaan spelen bij een club. En een debuut maken voor een club is wel extra leuk. Omdat je gewoon dan kan zeggen dat je echt bij die club hebt gevoetbald. En dat je ook een aandeel hebt gehad uiteindelijk in het seizoen. Dat we eigenlijk kampioen zijn geworden gewoon. Zo zie ik het. Dus dat was echt leuk. Top. En sinds je bij Cambuur speelt, hoeveel wedstrijden heb je al gespeeld? Vorig jaar bedoel je? Vorig jaar. Ja, ik heb vorig jaar in totaal in 25 wedstrijden gespeeld. Dus niet allemaal basis, een paar keer gewoon ingevallen. Ik denk iets van 18 wedstrijden basis of zo, denk ik, zoiets. Ah, dat is nog wel echt goed hoor, 18 wedstrijden. Ja, nog best wel een groot gedeelte, klopt. En hoeveel goals of assisten heb je? Volgens mij stond ik vorig jaar op 4 goals, 4 assists. Maar dat weet ik niet zeker, zoiets of 3 goals, 3 assists. Maar wel te weinig in ieder geval. Dus daarom heb ik het ook niet zo goed in mijn hoofd, omdat ik het eigenlijk weer wil vergeten en weer gewoon dit seizoen meer wil scoren en meer assisten wil geven. In welke positie speel je? Ik speelde vorig jaar voornamelijk rechtsbuiten of linksbuiten. Okay. Maar ik speel ook wel eens op het middenveld. Oké, dus rechtsbuiten of linksbuiten, ja. En, ik had ook gehoord dat je met SC Cambuur vorig jaar gepromoveerd was naar de Eredivisie. Alleen door de coronasituatie ging het niet door of ik weet niet. Hoe voelde je en de team zich en de club zich toen? Ja, kwam echt als een zo'n bom eigenlijk bij ons en bij de club en bij mij, zeg maar. Omdat we stonden de eerste en de tweede plaats zouden sowieso promoveren naar de Eredivisie. Ja. En wij stonden 11 punten los van de derde plaats. Dus wij waren eigenlijk al zo goed als zeker gepromoveerd. En toen kwam corona, toen werd alles stopgelegd. En in de eerste instantie dachten we van er is al zo'n groot gedeelte gespeeld van de competitie. Dan gaan wij gewoon door en dan komen die andere jongens van de Eredivisie of de andere teams van de Eredivisie worden gewoon teruggezet. Maar uiteindelijk bleek dat het niet zo was. En toen zijn ze zelfs nog naar de rechter toe gegaan met de clubs, met de Graafschap en Cambuur. Alleen de rechter zei dat de KNVB deze beslissing kon maken. Dus dat was wel heel zuur. Ja, zeker. Echt jammer. Ja, echt heel zonde. Want we hadden echt een heel goed seizoen gedraaid. En we stonden er eigenlijk super op om gewoon te promoveren. En dat is toch wel, dat wil je wel heel graag gewoon in de Eredivisie voetballen. Dus dat is wel heel jammer. Ja, ik hoop dat je wel dit seizoen weer bovenaan kan komen en gepromoveerd kan worden naar de Eredivisie. Ja, ik hoop het ook. En we hebben een goed elftal, dat hebben we vorig jaar ook laten zien. Dus laten we hopen dat het dit jaar gewoon weer lukt.
Klopt, klopt. En ja, de Indonesische supporter wil natuurlijk meer weten over je voetbalcarrière. Dus kan je misschien vertellen sinds hoe oud je was begonnen met voetballen en voor welke clubs heb je allemaal gespeeld en ja, hoe kon je naar Cambuur gaan? Ja, ik was denk ik 5 of zo toen ik begon met voetballen. Gewoon okay. bij een amateurclub, Topos, was gewoon een amateurclub in Os. Mm. En toen op een gegeven moment hadden ze ook een BVO van Topos, dus zeg maar een betaald voetbalorganisatie. En toen kon ik daar gaan voetballen toen ik, nou, ik denk 7 was ik of 8. Ja, ja, ja. En toen ben ik uiteindelijk, toen ik 10 was denk ik, ben ik naar NEC toe gegaan. Okay. Naar de jeugd van NEC. En daar heb ik tot aan de A'tjes, tot aan jong eigenlijk gevoetbald. En toen tekende ik op mijn 18e een contract bij NEC voor 3 jaar. Okay. Toen heb ik eerst nog een jaartje bij de A1 gespeeld. Toen kwam ik bij Jong terecht. Ja, mocht ik met het eerste mee trainen, maar kwam ik weer bij Jong terecht. En toen ben ik in de winter ben ik toen een keertje verhuurd naar Topos. En die speelde toen in de keukenkampioen. Mm-hmm. Heb ik daar een halfjaartje gespeeld. Had ik mijn contract weer verlengd bij NEC. Dus toen hoopte ik eigenlijk te gaan spelen bij NEC. Maar toen ben ik weer verhuurd naar Topos. Toen voor een heel seizoen. Okay. Toen heb ik de halve finale play-offs gehaald, nog met Topos zelfs. Dus dat was het beste seizoen aller tijden voor Top. En toen ben ik weer teruggegaan naar NEC, zeg maar. Alleen toen, toen lukte het niet in de voorbereiding. En toen heb ik gezegd van ja, dan wil ik weg. En toen ben ik bij Cambuur eigenlijk terechtgekomen. Dat was vorig jaar. Okay, dus eigenlijk heel mijn leven lang bij Top en bij NEC gespeeld eigenlijk, als je het zo bekijkt. Oké, mooi verhaal. Wat was voor jou je mooiste momenten in je voetbalcarrière tot nu toe? Mooiste momenten? Ik denk sowieso toen ik doorkreeg dat ik mijn eerste contact kreeg bij NEC. Yeah. Omdat ik, ik was 17 jaar of zo toen ik het te horen kreeg. En was gewoon, daar werkte ik mijn leven voor sinds dat ik al jong aan het voetballen was. Was dat hetgene wat ik wilde. En toen uiteindelijk kreeg ik dat te horen en toen mocht ik dat thuis ook vertellen. En toen was ik wel heel trots en ik zag ook dat mijn ouders super trots op me waren. Dus dat was wel echt een mooi moment. Nice man. Wat is je geboortedatum eigenlijk? 21-1-1998, dus ik ben nu 22. Oké, 22, ja. En als je jezelf mocht beschrijven, wat zijn jouw sterke punten als speler? Mijn sterke punten, ik denk aan de bal gewoon dribbel, mijn aanname, mijn paas, mijn overzicht, dat vooral. En waar zou je nog meer in willen verbeteren? Ik wil nog meer verbeteren in mijn 1-op-1 acties echt. Dus als ik een keertje op de buitenkant sta, dat ik nog beter mijn mannetje kan passeren. Okay, en mijn schot, met zowel rechts als links. En gewoon nog wat conditioneel nog sterker, nog wat fitter, gewoon wat afgetrainder. Gewoon dat ik echt 90 minuten lang kan gaan, zeg maar. Oké. Heb je nog misschien planningen voor de toekomst, voor de komende jaren, voor je voetbalcarrière? Ik hoopte eigenlijk al in mijn carrière en in mijn planning, zeg maar, dit seizoen de Eredivisie in te gaan. Maar dat lukt dus helaas niet. Ja. Maar ik hoop wel, ik hoop dit seizoen gewoon met Cambuur te promoveren naar de Eredivisie, zodat ik volgend jaar wel gewoon Eredivisie speel. Ja. En dan hoop ik 2-3 jaartjes, of misschien wel 4 in de Eredivisie te spelen. En dan wil ik gewoon de volgende stap hoger opmaken. Oké, top. Oh ja, ik heb ook, ik ken ook iemand die volgens mij ook 2 seizoenen geleden ook bij Cambuur heeft gespeeld, die ook Indonesisch is. Is Esra Walian, ken je hem misschien? Ik heb wel tegen Esra volgens mij gespeeld toen hij bij Ajax nog speelde in de jeugd wel eens, maar ik ken hem niet persoonlijk ofzo. Hij speelt nu in Indonesië, ik weet niet of je dat weet. Ja, dat had ik gehoord, ja. Maar toen de tijd speelde hij ook al voor de nationale elftal, volgens mij. Ja, klopt. Dus, dus toen was het voor hem ook wel heel makkelijk om daar uiteindelijk aan de club te komen, ja. Wel mooi voor hem. Je hebt ook een Indonesisch bloed, toch, als het goed is? Ja. Van wie van je ouders komt uit Indonesië? Mijn vader. Of ja, hij is wel hier geboren, maar mijn opa en oma zijn wel daar geboren. Oké, en
In welke stad komt je oma en opa vandaan in Indonesië? Tanimbar. Sorry? Tanimbar. Tanimbar. Welke plek ligt dat in Indonesië, zeg maar? Welke... Ja, dat weet ik niet precies. Oh, ik heb het niet zo goed in mijn hoofd allemaal. En ben je al naar Indonesië op vakantie geweest? Nee, nog nooit. Oh, de planning was eigenlijk om afgelopen zomer misschien al, of volgende zomer. Maar ja, we moeten nog even kijken met corona of dat wel allemaal gaat lukken. Ja, dat is waar, ja. Nou, kan je een beetje Indonesisch praten of helemaal niet? Nee, echt gewoon de hele basiswoordjes. Maar voor de rest zoals, kan weet je ik niet zoveel. Een voorbeeld geven? Ja, gewoon de standaard woordjes, gewoon appa. Appa, ja. Dat soort dingen, gewoon bagaimana, selamat makan, selamat pagi. Okay, gewoon echt de standaard zinnetjes eigenlijk, en of de woordjes. En hou je ook van Indonesisch eten? Jawel. Heel erg, vooral als we op feestjes of zo zijn, dan kijk ik wel uit naar het eten. Okay, en wat is je favoriete Indonesische eten? Ik hou gewoon van veel eten vooral. Oké, dus gewoon alles, verschillende eten. Ja. Volg je misschien ook of kijk je Indonesische voetbal? Nee, eigenlijk niet. Ik weet ook niet zo goed hoe ik dat moet volgen. Maar ik heb dat nooit echt gekeken eigenlijk. Oké, dus je kent ook geen clubs of? Nee, ik weet alleen, er was een tijdje geleden zo'n documentaire over twee Nederlandse jongens die in Indonesië spelen. Nederland uitgezonden werd. Ja, klopt. Die had je zag gekeken. Ik alleen PSS Makassar of zo, zag ik volgens mij. Oh ja, met Mark Klok als het goed is. Mark Klok. Ja, precies, ja. Ja. Dus alleen dat team is me bijgebleven, maar voor de rest weet ik het niet echt. Oké. Ik had in de Indonesische media gehoord dat je interesse had om mee te willen spelen in de nationale team van Indonesië. Klopt dat? Ja, dat is me toen een keertje gevraagd. En toen heb ik wel gezegd dat het me wel leuk lijkt. En de hele uitdaging en de ervaring wat erbij komt kijken lijkt me wel echt leuk om mee te maken. Was degene die had gevraagd de Indonesische federatie of gewoon een persoon, zeg maar? Nee, gewoon een persoon. Oké. Maar je hebt nog dus geen... Niet, ik heb niet echt iets gehoord of zo van de organisatie of zo. Oké. Ja, ik hoop dat je wel op een dag daar kan spelen voor de nationale team van Indonesië. Ja, dankjewel. Heb je ook interesse om misschien later je voetbalcarrière in Indonesië te gaan voetballen? Bij een club gewoon, bedoel je? Bij je professionele club. Dat lijkt me echt mooi om daar gewoon misschien mijn carrière af te sluiten. Gewoon om wat ik zeg is toch een bepaalde ervaring en lijkt me gewoon heel leuk en heel rustig, zeg maar. Op een gegeven moment als je daar bent en als je daar woont en als je daar kan voetballen, dat lijkt me echt leuk, ja. Okay. Lekker weer. Ja, dat is wel dan in Nederland. Ja, nu is het wel prima, maar... Ja, klopt. Ja, dat is zeker. Heb je ook misschien naast mooie momenten, misschien momenten gehad van waar je niet echt blij van werd als je eraan terugdenkt? Misschien zoals blessures? Ik heb wel... even kijken wanneer het was. Ik heb in mijn... ik weet niet, in mijn eerste contract dat ik tekende was 3 jaar. Okay. En in mijn tweede jaar, wat ik toen ik daar was, had ik in het begin dus meegedaan met het eerste in de voorbereiding. En toen was ik daarna teruggezet naar Jong. En toen heb ik eigenlijk het eerste half jaar van het seizoen bij Jong moeten trainen. En toen belandde ik een beetje in een mindere periode. Omdat ik gewoon, voor mijn gevoel moest ik gewoon bijeen zijn. En ik wist niet echt waar het aan lag. En ik kreeg steeds minder vreugde had ik uit het voetbal. Toen begon ik ook een beetje slecht te eten. Een beetje een soort depressie was het eigenlijk. Gewoon omdat ik niet blij was met het voetbal. Wat me altijd gelukkig maakte. Ja, dus toen heb ik wel een tijdje was ik wel even down, ja. Dus dat is wel echt een mindere periode uit mijn carrière. En hoe heb je jezelf weer gemotiveerd om weer, zeg maar... Toen speelde ik dus van het eerste half jaar
bij Jong. En toen uiteindelijk kon ik in de winter naar Topos verhuren. Mm. Alleen Topos wou wel dat ik mezelf kwam laten zien op de training. Dus toen dacht ik van ja, als ik het nu echt wil, dan moet ik nu gewoon de knop om en bij Topos laten zien. Want dan kan ik bij Topos spelen en die spelen gewoon in de keukenkampioen-divisie. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon de knop omgezet en toen bij Top ging het fantastisch. Of ja, fantastisch. Ik kon gewoon spelen. Dus ik maakte gewoon mijn debuut in het professionele voetbal, zeg maar. Dus dat, toen ben ik eigenlijk bovenop gekomen. Oké, top. Oké, ik heb nog, misschien als je later, als je misschien de komende tijd naar Indonesië gaat, dan misschien kan je, daar de echt live wedstrijden kijken van Indonesië. Dan kan je echt zien de supporters en zo. Het is echt heel erg, fanatiek en echt voetbal leeft in Indonesië. Ja, dat heb ik wel echt meegekregen, dat het wel heel erg leefde, het voetbal. Ook als je daar gewoon voetbalt, dat je niet zomaar over straat kan lopen als je echt een beetje een grote speler bent bij een club, zeg maar. Ja, dat is waar. Dat is hoeveel mensen zitten ongeveer in het stadion daar bij clubs? Bij echt nationale stadion van Indonesië is wel bijna 78.000, 80.000 mensen. Ja, dat... Dat lijkt me echt mooi om te zien, ja. Ja, klopt. En volgens mij ook de bekerfinale wedstrijd tussen Persija en Persija Makassar, als het goed is. Toen was het de top 4 meest bekeken echt live wedstrijd van de wereld. Ja? Oké. Okay. Was dat niet die wedstrijd die ook in die documentaire kwam? Ja, als het goed is... Nee, dat was wel volgens mij kort geleden was de wedstrijd. Oké, want ik had wel een wedstrijd, volgens mij was het een derby in die documentaire. En toen ging het ook best wel fel eraan toe vanaf de tribune. Gingen ze op een gegeven moment ook stoeltjes volgens mij zullen gooien. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dat is, derby is Persija, dus van Jakarta, en Persib van Persib Bandung. Dat is derby. En de andere is Persebaya en Arema. Dat is derby. Okay. Meestal gaat het daar echt fanatiek aan toe. Ja, maar dat is wel mooi op zich. Dat is ook vind ik. Ja, klopt. Oké, dan heb ik nog één laatste vraag. En dat is, vooral jonge Indonesische voetballers, die willen graag professionele voetbal spelen. Kan je misschien een motivatie geven van, waar moet je aan werken om een professionele voetballer te worden? Om professionele voetballer te worden, ik denk vooral in Nederland, moet je fysiek en conditioneel heel sterk zijn. Dus daar mag het sowieso nooit aan liggen. Dat moet altijd goed zijn. Ja. En voor de rest moet je gewoon... ga gewoon op bepaalde dingen trainen, zoals je eerste aanname. Gewoon dat de bal altijd goed ligt. Zorg dat je met beide benen gewoon kan passen. Dat soort dingen. Dat je gewoon... En in je hoofd gewoon... Als je iets wilt, dan moet je gewoon alles voor over hebben. En dan moet je er ook gewoon voor gaan. En dan moet je ook gewoon soms af en toe wat laten. En soms... Soms baai je op dat moment, maar achteraf betaalt alles uit wat je doet en wat je erin stopt. Dus dat zou ik vooral meegeven. Oké, tof advies. Oké, dankjewel voor de tijd. Geen probleem. En verder succes met je voetbalcarrière. En ik hoop dat je dit seizoen kan promoveren met Cambuur naar de Eredivisie. Ja, dankjewel. Super leuk interview, goede vragen. Dankjewel. Ja, ik hoop dat je er wat moois van kan maken. Zeker. Ik zal een mooi interview editen. En dan ik ga het volgende week woensdag ga ik het uploaden. Dus dan zal ik je ook de link doorgeven. Meestal na de interview komen er ook nieuws over jou in een digitale krant in Indonesië. Oké, dat is wel leuk. Dan zal ik ook naar je doorsturen. Ja, is helemaal goed. Dat is leuk. Dat wil ik wel even zien dan. Oké, is goed. Dan zal ik het doen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. Selamat malam. Succes. Oké, doeg. Oke, guys. Itulah video opiku bersama Ragnar Oratmangun. Semoga kalian bisa mengenal dia lebih baik. Dan semoga kalian suka dengan video opiku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I see you in the next vlog. Peace.